Ik ga jullie vandaag meenemen in een stukje IV-beleid. Is dat nou een noodzakelijk kwaad voor in de onderste la van je bureau? Of is dat nou toegevoegde waarde voor op het bureau? En ik ga jullie daar meenemen. Ik ga jullie daar mijn visie op geven. Uiteraard is dat geen exacte wetenschap. Is dat geen... hoe zeg ik dat? Is dat mijn visie? En ik, ja, ik hoor graag of jullie... ja, hoe jullie daar zelf... naar kijken. Ik zie iemand een hand opsteken. Dacht ik te hebben gezien. Misschien is het mogelijk dat je in de chat even je vraag stelt. Dus, oké. Gaan we beginnen. Ik zal me kort even voorstellen, voor degenen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Martijn Buurman. Ik ben woonachtig in het mooie Helmond. En dat ben ik samen met mijn gezin. Laten we eens kijken of die dat doet. Ja, daar is mijn gezin. Opgegroeid in de jaren 70, geboren in de jaren 70, opgegroeid in de jaren 80. Met veel muziek. Ik ben een ontzettende muziekliefhebber. En ik liep vroeger rond met een hele bak vol met bandjes. Zoals sommigen van jullie ook nog wel herkennen, denk ik. Ik ben vaak in Zweden te vinden. Even los van corona hoor. Nu is het wat lastiger. Maar ik ben vaak in Zweden te vinden voor vakantie, maar ook vanwege het feit dat mijn broertje daar woont. Met zijn vrouw en dochter. Dus we zijn daar vaak te vinden. Daarnaast ben ik schrijver samen met Daniel Brouwer van Het Handboek voor de Functioneel Beheerder. Misschien voor jullie wel bekend. Ja, het handboek waarin eigenlijk het hele vakgebied voor de functioneel beheerder wordt beschreven. Op een praktische en pragmatische manier. En ik ben een absolute vakidioot. Nou, ik heb de betekenis even opgezocht. Een vakidioot, hè? Iemand die alles van zijn vak weet, maar verder niets. Nou, durf ik dat wel te bestrijden? Ik weet wel van meer dingen wel wat af. Enigszins. Maar als het gaat over functioneel beheer en informatiemanagement, dat is toch wel de hoofdmoot van mijn kennis. En nou ja, samen met een veertigtal collega's onder de vlag van IV-experts helpen wij... diverse organisaties neerzetten, inrichten en borgen van informatievoorziening en informatievoorzieningorganisaties. Nou, vooraf even een drietal definities, om even wel goed duidelijk te maken waar we nou over praten, als we praten over IV, over informatiemanagement, over functioneel beheer. Dat zijn eigenlijk de drie definities die ik hier even ga neerzetten. Om daar even ja, gewoon heel duidelijk in te kunnen zijn hoe het... ja, wat wij daar onder verstaan, laat ik het even zo zeggen. En dan beginnen we even met informatievoorziening. En dat is het geheel van mensen, middelen, processen en data slash informatie dat invulling geeft aan de informatiebehoeften van de organisatie. Heel vaak wordt IV gezien als een verzameling applicaties. Maar dat is het zeker niet in onze optiek. Het is meer dan dat. Ook de mensen, de processen en de data slash informatie die daarmee te maken hebben, zijn onderdeel van diezelfde informatievoorziening. Zonder mensen heb je geen behoeftes aan informatie. Zonder middelen krijg je die data en informatie niet op de plekken waar die nodig is. Zonder goede processen daaronder is de flow van data en informatie niet mogelijk. Door de organisatie heen. Ja, en de data slash informatie heb je nodig om je organisatie te kunnen sturen. En ja, überhaupt je primaire proces te kunnen uitvoeren. Dus vandaar dat wij zeggen, de informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen, processen en data slash informatie dat invulling geeft aan de informatiebehoeften van de organisatie. Nou, wat is dan informatiemanagement? Dat is het inrichten, beheren, beheersen en innoveren van die informatievoorziening. Dus dat betekent ook dat je kunt, dat je op het mensenaspect en op het procesaspect en het data-informatieaspect en uiteraard het middelenaspect deze activiteiten uitvoert in relatie tot die informatievoorziening. En dus de informatie... het informatiemanagement is dus het vakgebied wat zich bezighoudt met die informatievoorziening. En inderdaad, de webinar wordt opgenomen en de slides die krijgen jullie niet. Nee, geintje, uiteraard krijgen jullie de slides zoals ik jullie die hier laat zien. Nou, wat is dan functioneel beheer? Om nog even goed even duidelijk neer te zetten, dat is de operationele invulling binnen het vakgebied informatiemanagement. Wij zien dus functioneel beheer als onderdeel van het vak informatiemanagement. En dan vooral die operationele invulling daarvan. Even vooraf qua definities.
Nou, en als we dan kijken naar de informatievoorziening, dit is de architectuur die daar, de plaat die wij daar eigenlijk bij gebruiken sinds een tijdje. Waarin er 7 deelgebieden zijn en de 4. Wilma, ik kom straks op definitie van informatiebeleid hoor, maak je geen zorgen. Die komt zo nog. Dit is zoals wij kijken naar de informatievoorziening. Mensen, processen, middelen en data, die zie je hier dus heel duidelijk in terug. En eigenlijk zijn er dus in onze optiek 7 deelgebieden waar je op die snijvlakken met die 4 onderdelen bepaalde activiteiten, CQ-zaken moet organiseren, CQ moet regelen. De strategie en beleid gaat over zowel de mensen als de processen, als de middelen en de data. En datzelfde geldt voor governance en compliance, kwaliteit en veiligheid, standaarden en architecturen, ketenpartners en ketenintegratie, continuïteit en ondersteuning en innovatie en optimalisatie. Dus dit is zoals wij naar de informatievoorziening kijken. En dan zie je dus al gelijk dat het een vrij complex en toch groot aandachtsgebied is. Het is niet zomaar even georganiseerd, die informatievoorziening voor een organisatie. Nou, en vandaag gaan we even specifiek kijken naar het stukje strategie en beleid. En dan met name richting het IV-beleid, informatiebeleid. Informatiestrategie zijn allemaal zaken die voorbij gaan komen. Maar ook de definitie van wat jullie gedeeld gaat worden. En ik ga concrete voorbeelden laten zien daarvan. Nou, om te beginnen bij strategie. Uit de strategie volgt het beleid. En strategie, wat is nou strategie? Dat is het bepalen van de doelen van onderdelen van een organisatie of de onderneming aan zich. En het geheel van samenhangende keuze met betrekking tot de inzet van middelen en deelactiviteiten om die doelen te realiseren. Dus de definitie van de strategie is eigenlijk invulling geven, sturing geven aan de organisatie, aan de onderneming. En welke keuzes daarin worden gemaakt. Nou, ik heb dat ook even visueel gemaakt. Hè. Als we kijken naar, dus ook weer een beetje in lijn met het 9-vlaksmodel van Rick Maas, zou je kunnen zeggen. We hebben de organisatie, we hebben de IV-kolom en de IT-kolom. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, alle 3 de onderdelen, zowel de organisatie aan zich, als de IV, als de IT, vragen eigenlijk om een strategie. Om een beeld van de keuzen die gemaakt worden als het gaat over de inzet van middelen en deelactiviteiten om de doelen van de betreffende organisatieonderdelen te realiseren. Daarbij is het uiteraard ook van belang om dat doel goed voor ogen te hebben. Hè, wat is nou het doel van de organisatie? Nou ja, dat is per organisatie verschillend, zou je kunnen zeggen. Het doel van de IV is om in ieder geval die informatiebehoeften goed te kunnen invullen. Middels mensen, processen, middelen en data / informatie. Nou, daar moet uiteraard een IV-strategie aan ten grondslag liggen. Nou, je ziet hier ook de gelaagdheid. Hè. Vanuit strategie komt er uiteindelijk beleid. Het sneeuw is van het dakraam. Dat was even schrikken. Sorry mensen. Ik was even afgeleid. De strategie die vormt het beleid. Het beleid vormt weer de basis van de inrichting. En de inrichting zorgt weer voor de basis voor de uitvoering. Ja, dat is de gelaagdheid zoals we die in alle 3 de kolommen zien. Nou, hoe bepaal je nou een strategie? Nogmaals, dat is een strategie op de 3 verschillende onderdelen. Wat willen we nou bereiken? Hoe gaan we ons verder ontwikkelen? Welke prioriteiten stellen we? Op welke terreinen willen we scoren met innovatie? Welke rendementen willen we behalen? Hoe gaan we dit rendement verhogen? Nou, dat zijn allemaal zaken die je in een strategie zou moeten terugvinden. Vragen waarmee je de strategie zou kunnen bepalen. Ja, dus ook voor de IV-strategie is het belangrijk om deze vragen te stellen. Wat willen we bereiken? Als het gaat over de IV-strategie in zijn algemeenheid, zou je daar sowieso het antwoord moeten vinden op de vraag van hoe ondersteunen we dat primaire proces nou zo goed mogelijk met een goede informatievoorziening. En dat is uiteindelijk wat we zouden willen bereiken met een IV-strategie. Nou, ik heb even een plaatje geschetst als die gaat verschijnen wat betreft de samenhang. Deze heb ik jullie net al even laten zien.
Vanuit de organisatie wordt er een strategie neergelegd. Uit die strategie volgt een IV-strategie. En als het goed is, volgt uit de IV-strategie weer een ICT-strategie. Wat ik vaak zie, is dat er een bepaalde IT-strategie is. Aan de andere kant, ik wil het even afgeleid door de tip van Wilmar, voor de logische structuur van missie, visie, strategie. Ja, ik heb daarnaar gekeken, Wilmar, even voor jouw informatie. Maar als het gaat over missie, visie, strategie, daar zijn ook heel veel verschillende invullingen van. De ene zegt van nou, eerst komt de visie, dan de missie, dan de strategie. De andere zegt dan, komt eerst de missie, dan de visie, dan de strategie. Er zijn verschillende aanpakken voor, verschillende definities van. Ik heb er bewust even voor gekozen in dit geval om strategie, beleid, inrichting en uitvoering te kiezen. Missie en visie, die heb ik even buiten beschouwing gelaten. Die zitten daar uiteraard boven. Maar omdat deze specifiek even gaat over beleid, heb ik voor deze opzet gekozen. Dus ik hoop op je begrip daarvoor. Missie en visie zijn uiteraard wel ontzettend belangrijk, wat dat betreft. Maar die geven voeding aan die strategie. Zoals ik het in ieder geval zie. Dus vanuit de organisatiestrategie volgt een IV-strategie. En daaruit volgt een ICT-strategie. Wat ik zelf in de praktijk nog wel eens merk, is dat de ICT eigenlijk een eigen strategie neerzet. Los van de strategie zoals die aan de IV-kant of zelfs aan de organisatiekant wordt gehanteerd. Waardoor het heel lastig is om die op elkaar aan te sluiten. Feit blijft in mijn ogen dat de ICT-strategie altijd volgt uit de IV-strategie. En de IV-strategie volgt weer uit de organisatiestrategie. Dat is zoals ik hem definieer. Als we dan de stap maken naar het beleid, en vervolgens de inrichting en vervolgens de uitvoering, dan zie je, wat ik in ieder geval in de praktijk zie, is dat het beleid heel erg sterk elkaar ook beïnvloedt, wat dat betreft. Dus dat is niet één kant op, maar het ICT-beleid heeft uiteraard impact op het IV-beleid. En het IV-beleid kan uiteindelijk impact hebben op het organisatiebeleid. Deze drie moeten goed bij elkaar op elkaar worden afgestemd. En want als er bepaalde keuzes worden gemaakt in het beleid van de organisatie, heeft dat impact op de IV. Maar als er bepaalde keuzes worden gemaakt in het ICT-beleid, dat kan heel simpel zijn. We gaan uit van Microsoft tenzij. Dat is in mijn optiek een beleidsbeslissing. Die heeft dan ook weer impact op het IV-beleid en op het organisatiebeleid. Of kan impact hebben op het IV-beleid en op het organisatiebeleid. Dus vandaar dat voor mij die pijlen hier wederkerig zijn. Twee richtingen uitgaan. En het heel interessant is om die drie gewoon naast elkaar te leggen. En met elkaar in lijn te brengen. Nou, en ook het volgende plaatje geeft daar enigszins invulling voor. We hebben de strategie en de doelstellingen, waarbij de vraag wordt gesteld, wat is de uitdaging? Vervolgens hebben we uitgangspunten. Welke eisen stellen we, wat zijn de inrichtingsprincipes? Dat zie ik echt als beleid. Dan hebben we bepaalde architecturen die daaronder liggen. Wat is de huidige slash gewenste situatie? Wat zijn de actiepunten die eruit komen? Wat moeten we veranderen om het te bereiken? En hoe gaan we dan veranderen? Dat wordt ondersteund door het veranderportfolio. En wat je hier ziet, onderaan zijn eigenlijk de vier kolommen die daarin worden gedefinieerd. Van klant en dienstverlening, naar processen, organisatie, informatie en applicaties en uiteindelijk IT, infrastructuur en faciliteiten. Dit is een andere manier om daarnaar te kijken dan het plaatje wat ik jullie net liet zien. Maar wat hier in ieder geval wel heel duidelijk blijkt, is dat het van boven naar beneden. Wat is nou de uitdaging? Welke eisen stellen we? Wat zijn de inrichtingsprincipes? Strategie en beleid. En beleid is dan ook weer op drie, of in dit geval vier, de vier verschillende onderdelen, wordt dit bepaald. Dus dit geeft ook even de samenhang weer als het gaat over strategie en doelstellingen enerzijds, beleidsmatige uitgangspunten anderzijds. En de daaronder de vragen die beantwoord moeten worden op basis van de architecturen, de actiepunten en het veranderportfolio. Nou, als het gaat over strategie zijn er verschillende verschijningsvormen die wij regelmatig tegenkomen. Soms zijn het hele boekwerken. Soms is het één zin. Dat een organisatie er even voor heeft gekozen om hem in één zin op te nemen.
wij binnen IV-experts hebben ervoor gekozen om een vorm te geven in de vorm van de foto van de toekomst. Waar onze strategie in staat. En ja, het zijn verschillende manieren om strategie vast te leggen. Betekent ook dat je, als je de strategie van de organisatie of van de IV of van de ICT zou willen weten, dat je in ieder geval naar deze zaken op zoek zou moeten. Dus je moet als functioneel beheerder / informatiemanager / CIO, moet je op zoek naar die strategie van die organisatie en moet je hem proberen te vinden. In de boardroom, bij de directie, bij het management, maakt niet uit. En dan is het handig te weten in welke verschijningsvormen deze te vinden is. Nou, om even de boekwerken, die kennen jullie denk ik allemaal wel. Hè? Hele stapels papier die worden geproduceerd als het gaat over de strategie van een organisatie. De strategie in één zin, nou ja, dat is nog wel eens, vooral de Amerikaanse bedrijven zijn daar vrij sterk in. Ligt ook al heel dicht aan tegen marketing, zou je bijna kunnen zeggen. En nogmaals gezegd, wij hebben gekozen voor de foto van de toekomst. Hoe ziet nou die foto van de toekomst eruit in ons geval? Uiteraard heb ik even de echte cijfers heb ik eruit gehaald. Maar we hebben op de pijldatum 1 januari 2023... willen wij deze aspecten ingevuld hebben met de cijfers die daar dus onder die zwarte vlakjes staan. Dus wij hebben dus de omzetverdeling, de markt, hoeveel tijd we besteden aan innovatie, wat het aantal FTE's is, het aantal FTE's sales, het aantal consultants wat we dan aan boord hebben, het aantal FTE voor business support, oftewel de back-office, het aantal ZZP'ers wat we hebben weggezet, hoe hoog onze medewerkers tevredenheid zou moeten zijn, het gemiddeld aantal declarabele uren, het ziekteverzuim, en dan ook omzet en EBIT gerelateerde cijfers, marketingbudget, trainingsbudget, alles wat erbij. Nou, jullie kunnen hem zelf lezen. Dit is voor ons, en dan pijldatum 1 januari 2023, onze foto van de toekomst en dus ook onze doelstellingen. En hieronder, en dat uitzicht dan op deze manier, hebben wij onze strategie eigenlijk vormgegeven. Waarin we echt in hele praktische en concrete stappen, en dit waren dan de stappen voor 2020, even voor jullie beeldvorming. En hierboven in het plaatje zitten ook de stappen voor 2021 en 2022, waarin wij een startpunt hebben, zoals jullie dat hieronder zien, hè, op vier deelgebieden, strategie en innovatie, financieel, management en organisatie en sales en marketing. Dit was het startpunt in 2020, begin 2020. Nou, en een van de zaken die we daarin hebben opgenomen voor 2020 was beslissing nieuwe kantoor genomen. Nou, zoals een aantal van jullie misschien wel weten, we hebben een kantoor betrokken in Veenendaal. We zijn net klaar met de verbouwing. En nou, we kunnen nu ons. We hebben nu dus een pand in Veenendaal waar we onze ook onze opleiding en onze collega's kunnen huisvesten. Dus en alles wat jullie hier zwart gelakt zien, dat zijn dus allemaal stappen die uiteindelijk bijdragen aan de strategie. Of die de strategie vormen om uiteindelijk daar te komen, wat ik jullie net liet zien, en dat is deze, op 1 januari 2023. Dus dat is de strategie zoals wij die binnen onze organisatie hebben neergezet. En daar hebben wij onze medewerkers, onze collega's, heel duidelijk in meegenomen. Dus dit is de verschijningsvorm van de strategie zoals wij die hanteren. Ik moet zeggen, heel interessant, heel visueel ook. En heel prettig en heel concreet. Dus dat is het grote voordeel van op deze manier je strategie vormgeven. Nou, voor de informatie en voor de IV is het dus ook nodig om een strategie neer te zetten. Nou, wat is nou een informatiestrategie? Dat is een vooropgezet plan dat vaststelt hoe informatie met een bepaalde waarde voor een publiek kan helpen om de organisatiestrategie in te vullen. En een informatiestrategie maakt duidelijk welke informatie op welk moment met welke persoon en via welk medium in welke vorm moet worden uitgewisseld. En elke succesvolle informatievoorziening ligt een informatiestrategie ten grondslag. Dus zo'n informatiestrategie is eigenlijk cruciaal om op te zetten, om uiteindelijk ook je informatiebeleid, je IV-beleid daarop te kunnen baseren. Dus hoe ga je er nou voor zorgen dat op het juiste moment de juiste data aan de juiste mensen wordt gepresenteerd? En wat is de waarde die wij hebben en aan welk publiek moet die worden gepresenteerd om uiteindelijk ook die organisatiestrategie te kunnen invullen? En daarom zei ik al in het begin, de informatiestrategie, de IV-strategie, die volgt uit
de organisatiestrategie. Nou, en om die dan even te positioneren, weer even dit plaatje erbij te pakken, die zit in de IV-kolom op het strategische stukje. Nou, hoe kan nou zo'n informatiestrategie eruit zien? Nou, ik heb een informatiestrategie opgeduikeld van het ministerie van JNV, dat is Justitie en Veiligheid. Zien jullie nu die informatiestrategie of zien jullie nog steeds mijn presentatie? Even een antwoord in de chat van één iemand, als het even kan. De presentatie. Nou, dan moet ik even mijn share stoppen. En dan moet ik even een ander scherm delen met jullie. En dan is dat deze. Share. Nu zien jullie hem als goed dus wel. Check. Yes, kijk, hartstikke mooi. Nou, dit is de informatiestrategie 2017-2022 van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze is overigens gewoon vrijelijk beschikbaar. Jullie kunnen deze als het goed is ook gewoon downloaden. Uiteraard heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een bepaalde verantwoordelijkheid om dit soort zaken openbaar neer te zetten. Wet openbaarheid van bestuur. Maar waarom ik deze nou specifiek even bij heb gepakt is omdat die in mijn optiek voldoet aan alle wensen en eisen die je zou kunnen stellen aan een goede informatiestrategie. Nou, ik ga er niet helemaal met jullie doorheen, zou ik willen voorstellen. Nou, er is een voorwoord van de CIO van het ministerie van VNJ. Er wordt een hele menselijke invulling aangegeven. Hè. Er wordt echt een persoon opgevoerd waar een verhaal over wordt geschreven. Iemand die vastzit. Nou, het belang van informatie wordt daarin heel duidelijk weergegeven. Nou, dit is de inhoudsopgave. Nou, je ziet hier alleen dat er wordt gekeken naar een stukje inleiding. Wat zijn dan de trends in de informatiemaatschappij? Dus er wordt vooral ook naar de buitenkant gekeken. Wat zijn de kansen die dat met zich meebrengt als het gaat over veranderen? Wat is de nieuwe balans in onze informatiestrategie namens VNJ? Dus een nieuwe balans tussen proces en informatie wordt hier bijvoorbeeld genoemd. Van meer samen naar samen tenzij. Ook in het oog van de privacy en security wetgeving die daar natuurlijk ook onder ligt. En er worden bepaalde actielijnen en vervolgstappen gedefinieerd. Om hier even wat sneller doorheen te gaan. Die inleiding, die geloof ik wel. Maar wat vooral interessant is, wat zijn de trends in die informatiemaatschappij die één op één impact hebben op dat wat we doen bij het ministerie van VNJ. Van enabler naar transformer, gegevens zijn overal. Daarom is data en informatie zo'n belangrijk onderdeel ook in een informatiestrategie. Beschrijf dat, zou ik willen zeggen. Dus wees daar mee bezig, of in ieder geval benoem dat in je informatiestrategie. De burger wil steeds meer meedoen, hè? De gebruiker heeft ook steeds meer, of krijgt ook steeds meer macht. Hè? Krijgt hij het niet linksom, dan zoekt hij het zelf al rechtsom. Informatie wordt het primaire proces. Nou, jullie zien hier al, hè, ook cybercriminaliteit wordt naar gerefereerd en ook internationalisering. Dat zijn hele belangrijke trends om te benoemen, om uiteindelijk ook te kunnen onderbouwen waarom de informatiestrategie een bepaalde kant op gaat. En daarom zijn die trends belangrijk om die te benoemen. Nou, wat zijn nou kansen door veranderen? Nauwere verbinding met de klant, het vergroten van de draagvlak voor transparant werken. Een soort van intermezzo als het gaat over beeldtechnologie, wat wordt beschreven, waar echt de mens weer bij wordt betrokken. Het uitwisselen als de norm. Heel veel organisaties hebben ontzettend veel data en het uitwisselen daarvan wordt een steeds belangrijker onderdeel van de informatievoorziening. Ketenpartners, ketenintegratie, je data betrekken bij externe partijen. Denk aan data als kadasterdata of data van bepaalde ministeries of van gemeentes. Nou ja, uiteraard met een hele duidelijke blik op privacy en security. Maar uitwisselen als de norm. Dat beschrijft het ministerie van VNJ in ieder geval. Criminaliteitsbestrijding, informatiegestuurd werken, dat zijn allemaal onderdelen die ze zien als een kans, waardoor ze dus ook weer hun primaire proces beter kunnen ondersteunen. En wendbaar door een solide fundament, hè, dus de basis op orde, waardoor je op de
waardoor je ook wendbaar kunt worden. Omdat je basis goed is, kun je uiteindelijk ook met je informatiestrategie wendbaarheid beschrijven. Nieuwe balans als informatiestrategie tussen proces en informatie. Van meer samen naar samen tenzij. Nou, zo zijn er een aantal zaken die ze beschreven hebben. Ik ga zorgen dat deze presentatie, dit document ook meegestuurd wordt met de presentatie. Dan kunnen jullie daar zelf even naar kijken. Het is belangrijk om hier op de juiste manier, eigenlijk inspiratie uit te halen, zou ik willen zeggen. Een nieuwe balans tussen beheer en innovatie. Wat we in zijn algemeenheid zien, is dat beheer meer vanzelfsprekend wordt dan dat innovatie meer de norm wordt. Maar goed, daar moet wel wat voor gebeuren, ook binnen de informatievoorziening. Ja, dat beschrijven ze dus hier ook. En er zijn een aantal actielijnen die ze daarin hebben beschreven. Wij stellen informatie centraal. Wij investeren in uitwisselbaarheid. We zijn open en transparant waar dat kan. We zorgen voor veiligheid waar dat moet. En we innoveren. Dat zijn denk ik hele mooie pijlers waarop je uiteindelijk ook je informatiestrategie kunt gaan vormgeven. We brengen en houden de basis op orde. En een randvoorwaarde is e-governance, zoals dat heet, met LEF. Nog een aantal randvoorwaarden en daarna gaan ze echt in op de vervolgstappen. Dan worden er echt concrete acties gedefinieerd waarmee ze dus die informatiestrategie uiteindelijk invulling gaan geven. Je ziet, het is een vrij lijvig document. Je zou in ministerietermen kunnen zeggen, het valt wel mee, het zijn maar 31 pagina's. Wat ik het voordeel hiervan vind, is dat hij heel goed leesbaar is, dat hij heel concreet is, en dat er een logische structuur in zit. En dat eigenlijk ook mensen die verantwoordelijk zijn voor de IV, binnen het ministerie van VNJ, eigenlijk dit document, ik wil niet zeggen dagelijks, maar in ieder geval wel één keer in de maand, één keer in de twee maanden er even bij kunnen pakken om even te kijken, zijn we nog goed bezig? Wilma, als het gaat over KPI's, of sorry, Carola, als het gaat over KPI's, dit is een strategisch document, geen beleidsdocument. Nog geen beleid. In beleid staan de KPI's, of kunnen de KPI's staan, in mijn optiek, en niet zozeer in de strategie als zodanig. Wilmar zegt, informatiestrategie bevat principes. Ja. Organisatorisch wel een uitdaging. Ja, zeker. Draagvlak, acceptatie. Dat zijn zaken die je dan allemaal mee moet nemen. En de processen die daar aan de grondslag liggen om uiteindelijk die strategie ook te vertalen naar beleid en uiteindelijk ook uitvoering. Ja, dat is en blijft organisatorisch altijd een uitdaging. Hoe je ook acteert. Ik ben wel van mening dat als je een goede informatiestrategie hebt, waar je straks ook je informatiebeleid op kunt gaan baseren, dat je eigenlijk altijd daarop kunt teruggrijpen en kunt zeggen, dit is nou eenmaal wat we hebben afgesproken en dit is de reden waarom we dit hebben afgesproken. Ook een heel duidelijk antwoord op die waarom-vraag. Die zijn cruciaal om uiteindelijk ook met elkaar te kunnen afspreken. Nou, zo gaan we dat organisatorisch regelen. En inderdaad, dat is ook het proces waarmee de strategie tot stand komt, uiteraard. Dorrie geeft aan, we zitten in deze fase, lastig is de concretisering, welke stappen nodig en welke investeringen zijn gemoeid. Ja, dat is altijd lastig, altijd situationeel ook, in onze optiek. Hè. Daar kunnen we ook geen standaard stappenplan voor leveren. Dat is altijd organisatieafhankelijk, situatieafhankelijk. Ik blijf erbij, als je vanuit strategie naar je beleid gaat en daar uiteindelijk ook, als je dat concreet genoeg neerzet, dan kun je daar ook vrij makkelijk je stappen uitdestilleren die je moet maken, de concrete stappen die je daarin moet maken. En mogelijk ook de investeringen die je daarop moet doen, inzichtelijk gaan maken. Feit blijft, je moet er prioriteit voor, je moet er prioriteit aan geven, want uiteindelijk is een strategie en een beleid is de basis waarop je uiteindelijk gaat doorbouwen. Je gaat eigenlijk de horizon schetsen. Dat doe je met de strategie. Daarmee schets je de horizon. En met het beleid schets je eigenlijk de diverse wegen die je zou kunnen bewandelen om uiteindelijk tot aan die horizon te komen.
Nou ja, en dan moet je vervolgens per weg eigenlijk gaan beschrijven, oké, welke bestratingen, welke heggen en welke wegwijzering hebben we allemaal nodig om uiteindelijk die weg goed te kunnen bewandelen. Nou, en als je die wegen in ieder geval hebt gedefinieerd, dan is het veel makkelijker om die stappen concreet te maken. Feit is en feit blijft, voor zo'n proces van strategie naar beleid, naar uitvoering, heb je gewoon tijd nodig en moet je gewoon tijd nemen. Anders wordt het heel lastig om dat uiteindelijk goed vorm te geven. Ik ga weer even terug naar mijn presentatie. Even kijken, die staat hier. Share, als het goed is, zien jullie nou mijn presentatie weer. Ik hou de chat er nog even bij. Oké. Nou. Uit de informatiestrategie komt uiteindelijk het beleid. Nou, wat is nou beleid? Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdspad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven. Onder het beleid wordt dus verstaan het aangeven van de richting en de middelen waarmee men de gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren binnen de gestelde periode. Dit is één op één gejat van Wikipedia, even voor jullie informatie. Ik vond het wel belangrijk hier de bron even bij te zetten. Maar het gaat dus over doelen, middelen en een tijdspad in onderlinge samenhang. Liefst plaats en tijd omschreven. En het geeft de richting aan en de middelen aan waarmee men de gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren. En zoals ik net al schetste, de strategie bepaalt de horizon. En het beleid bepaalt eigenlijk de wegen die je zou kunnen bewandelen om uiteindelijk tot die horizon te komen. Stefan, je vraagt, de doelen staan toch al in de strategie? Ja, dat zijn organisatiedoelen en beleid. Dat zijn weer subdoelen die ondersteunend zijn aan de organisatiedoelen. Zo zie ik hem in ieder geval. Hè? Dus het zijn wat kleinere subdoelen die uiteindelijk bijdragen aan het doel van de organisatie. En als het gaat over middelen, en dat is ook weer even mijn interpretatie ervan, daar kun je van alles bij verzinnen. Dat is geld, mensen, zeker, maar bijvoorbeeld ook je ICT-middelen. Wat heb je nog meer aan middelen? Je hebt bepaalde gereedschappen, zou je aan kunnen denken in bepaalde branches, bepaalde transportmiddelen. Middelen, bewust in mijn optiek, is dat hier redelijk breed. En dat kan alles zijn wat je nodig hebt om uiteindelijk die doelstellingen te kunnen bereiken. In mijn optiek, en dat zullen we straks ook zien in het beleid zoals wij dat voor IV-experts hebben neergezet, dus ook architectuurafspraken, zoals bijvoorbeeld alles Microsoft tenzij. Dat staat voor mij in het beleid. Niet in de strategie, maar in het beleid. En dat heeft uiteindelijk geeft dat invulling aan die strategie. Nou, ook weer even een plaatje erbij. We hebben de strategie, we hebben de IV-strategie, de informatiestrategie. En nu gaan we dus kijken naar het beleid. Nou, als we kijken naar beleid. Wat is nou eigenlijk IV-beleid? Zoals gezegd, hè, dat volgt uit de informatiestrategie. Het definieert de gewenste inrichting van de IV-functie. Waaronder we verstaan bijvoorbeeld de organisatievorm, de verantwoordelijkheden, de uitvoering en een stukje samenwerking. En wat zou nou de toegevoegde waarde moeten zijn? Het geeft duidelijkheid. He, dus de schets van de horizon die komt dan uit die strategie, maar de wegen er naartoe, zo concreet mogelijk, idealiter, dat zou de duidelijkheid moeten verschaffen die in zo'n beleid staat. He, dus dat moet de toegevoegde waarde zijn. En daar moet ja, ook continu aan getoetst kunnen worden. Wat ik zelf in heel veel organisaties meemaak, is dat er allerlei ideeën worden opgegooid, allerlei vragen worden gesteld over de informatievoorziening. Of er wordt geroepen, we hebben een nieuw systeem nodig, we hebben een nieuw CRM-systeem nodig. Er zijn zelfs managers die nieuwe software kopen op hole 17 van de golfbaan. Misschien wel herkenbaar. Maar eigenlijk al die beslissingen, al die zaken, al die vragen moeten altijd getoetst kunnen worden aan het IV-beleid.
als we dit gaan doen, past dit in het beleid zoals we dat hebben afgesproken? Dus het IV-beleid zou eigenlijk een continue toetssteen moeten zijn. En moet dus ook concreet genoeg zijn. En daar horen dus inderdaad ook afspraken bij als alles Microsoft en zij, alles in de cloud. Dat is ook zo'n voorbeeld van een afspraak die wat mij betreft in een IV-beleid zou moeten staan. Nou, hoe pak je nou zo'n IV-beleid aan? Uiteraard moet je aanhaken bij het bedrijfsbeleid, bedrijfsstrategie, de informatiestrategie. En je kunt zaken, principes die zijn vastgesteld op het gebied van governance, op het gebied van architectuur en op het gebied van duurzaamheid bijvoorbeeld. En wat een hele interessante is. Die kun je gebruiken als input. Ik vind zelf duurzaamheid een hele interessante. Ik ben nu ook bezig met een onderzoek rondom duurzaamheid, als het gaat over de informatievoorziening en duurzaamheid. We zien in ICT-land, even de harde ICT, dat er vrij veel aandacht is voor duurzaamheid. Het groene datacenters, het milieuvriendelijk afvoeren van hardware, het hergebruiken, recyclen van hardware, en dat soort zaken. Maar als we kijken naar de IV-component in een organisatie, dan wordt daar nog relatief weinig naar duurzaamheid gekeken. Hoeveel CO2 gebruikt jouw softwarepakket? Die vraag wordt bijna nooit gesteld. Hoe kunnen we met de inzet van bepaalde middelen duurzamer produceren? Wat wij zelf bijvoorbeeld daarin gedaan hebben, is wij hebben onze urenstaten, die worden niet meer gestuurd naar de klant, uitgeprint, fysiek ondertekend, ingescand en weer teruggestuurd. Die worden gewoon elektronisch ondertekend. Die hoeven niet meer uitgeprint te worden. En dat is net zo rechtsgeldig als een handtekening op papier. Waardoor we dus printertoner, papieren besparen en dus daarmee een stukje duurzaamheid kunnen laten zien. Nou ja, dat soort principes. En ook als het gaat over architectuur, Microsoft afspraken bijvoorbeeld, cloud afspraken, nou, die kun je allemaal laten terugkomen in het IV-beleid. Wat ontzettend belangrijk is voordat je met het IV-beleid begint, is wie zijn nou mijn stakeholders? Wie zijn nou degenen die te maken krijgen of dus invloed ervaren van het IV-beleid of invloed hebben op het IV-beleid? Ik denk dat het verstandig is om vooraf, voordat je met het IV-beleid aan de slag gaat, gewoon fysiek op een papiertje op te schrijven wie zijn nou mijn stakeholders. En verdeel ze dan in twee lijstjes, tip van Flip. Enerzijds de stakeholders die invloed hebben op, die dus iets te zeggen hebben over het IV-beleid. En je stakeholders die invloed ervaren van het IV-beleid. Op wie uiteindelijk dat IV-beleid een bepaalde invloed gaat hebben. Dat zijn twee verschillende lijstjes, sowieso al. Maar je zult ze allebei in beeld moeten hebben. Omdat je ze ook allebei, idealiter, zo vroeg mogelijk laat aanhaken bij waar je mee bezig bent als het gaat over je IV-beleid. Daar komen we straks nog even over te spreken. Als het gaat over draagvlak en acceptatie voor het IV-beleid. Dat is heel belangrijk om uiteindelijk draagvlak en acceptatie te krijgen voor je IV-beleid. Stefan, jij geeft aan, Microsoft First zou ik verwachten bij een ICT-beleid, niet bij een IV-beleid. Ja, weet je, dat is zo'n grijs dingetje, zou ik bijna willen zeggen. Ik denk dat er vanuit ICT-beleid, als je kijkt naar Microsoft First. Je zou misschien zelfs een knip kunnen maken enerzijds in infrastructuur, basisinfrastructuur, denk aan Microsoft Azure, dat soort zaken. Dat is Microsoft. We kiezen dus voor een Microsoft oplossing als het gaat over infrastructuur en dergelijke. Die zie ik heel sterk aan de ICT-kant, niet zozeer aan de IV-kant. Als ik dan weer ga kijken naar bijvoorbeeld een DMS of dat soort zaken, denk SharePoint. Dan zou je Microsoft 365 inderdaad als IV-beleid kunnen gaan zien. Of als onderdeel van het IV-beleid kunnen gaan zien. Dus cloud first, leverancier first is ICT-beleid, cloud first is IV-beleid. Nou, ik denk een mooie aanvulling van Wilmar, dankjewel. En dat is precies zoals ik het ook zie. Carola vraagt, kun je ook gaan voor een INA-beleid? Dus een combi van IV-beleid en ICT-beleid? Nee. Vind ik een hele gevaarlijke. Vind ik echt een hele gevaarlijke. Ik heb jullie net ook al laten zien. Hè? Het heeft impact op elkaar, maar vanuit de strategie. De ICT-strategie volgt uit de IV-strategie. Op het moment dat je die bij elkaar brengt, loop je het risico, in mijn optiek,
ik zeg niet dat dat gaat gebeuren, maar loop je het risico dat je ICT-drivers laat prevaleren boven IV-drivers? Terwijl, eigenlijk dat je dus de IT-strategie laat prevaleren boven de IV-strategie. En dat moet je denk ik nooit willen. ICT, de keiharde ICT, hè, dus eigenlijk alles tot en met het besturingssysteem en het in de lucht houden van de applicaties. Dat is altijd in mijn optiek ondergeschikt aan de IV-strategie en het IV-beleid. Ik zou dat scheiden. Ook omdat je, hè, zeker ook als je naar de cloud gaat, en als dat het beleid is, dan gaan je leveranciers zich ook op een hele andere manier gedragen. Dan gaan ze, als je bijvoorbeeld zou stappen naar Salesforce, ja, Salesforce zal zich niet gaan houden aan jouw beleid, hoor, als zodanig. Ik denk dat het heel verstandig is om die twee te scheiden. En inderdaad, Maurice, dankjewel. Je krijgt een conflict tussen enerzijds vraag en anderzijds aanbod. Zo simpel is het. Je kan zeggen dat IV-beleid lastig is, lastig kan zijn voor de organisatie, terwijl ICT-beleid altijd handig moet zijn voor de organisatie. Ja, wil maar goede aanvulling. IV zou leidend moeten zijn boven ICT. In mijn optiek altijd. Want soms zijn oplossingen eerder proces- of mensgerelateerd dan ICT-gerelateerd. En ICT wil graag nieuwe dingen proberen, nieuwe technologieën implementeren, et cetera. En dingen in de lucht houden is ook niet sexy. Maar uiteindelijk, als dat het belangrijkste is voor de organisatie, zou dat dan wel de leidende visie moeten zijn. Die dan weer vanuit het IV-beleid komt. Ik zou ze scheiden. Dat is eigenlijk het basisantwoord op de vraag. Nou, als je je stakeholders hebt geanalyseerd, weer even terug naar het aanpakken van het IV-beleid, hè, dan zul je ideevorming, kanalisering moeten gaan doen. Je zult dus inderdaad ook draagvlak en acceptatie moeten gaan organiseren. Uiteindelijk ook een stukje gaan adviseren. Want wij als IV-professionals zijn bij uitstek de functionarissen die goed invulling kunnen geven aan zo'n IV-beleid. En je dus daar een hele sterke adviserende rol in hebt. Idealiter zelfs nog een sturende rol als het gaat over het IV-beleid. Maar in ieder geval die adviserende rol om daar goede sturing in aan te geven. Uiteindelijk een stukje besluitvorming, een hamerstuk, wat gewoon door het management heen geleid moet worden. En dan moet het vervolgens vormgegeven worden en uiteindelijk ook geëvalueerd en bijgestuurd worden. Maurice geeft nog even aan, herkenbaar, heb de uitdaging dat alles als ICT wordt gezien. Nou, vandaar dat ik ook begon met die definitie van IV. Ik merk dat op het moment dat je met je stakeholders in de business praat over informatievoorziening en dan volgens de definitie zoals ik jullie in het begin heb gegeven, dus het samenspel van mensen, processen, middelen en data, die uiteindelijk invulling geven aan de informatiebehoeften van de organisatie. Dan heb je dus niet over ICT-middelen, dan heb je dus echt gewoon over de informatiebehoeften van de organisatie. En dat is voor heel veel functionarissen aan de operationele strategische kant van de organisatie best wel tastbaar. Praat vooral in IV ook. Ik denk dat wij als IV-professionals een hele belangrijke taak hebben om de mensen in de businesskant, aan de businesskant en zeker de mensen in de boardroom, te laten inzien dat IV meer is dan alleen ICT. En wij zullen dat ze moeten vertellen. Wilma stelt nog een vraag voor aan het eind. Heb je goede voorbeelden van IV-beleid? Zowel qua inhoud als qua rendement voor de betreffende organisatie. Nou ja, ik ga jullie straks meenemen in het IV-beleid van IV-experts. En wij hebben daar, nou, ik wil niet zeggen dagelijks wat aan, maar zeker wel vaak in de ontwikkelingen van ons als organisatie. Dus ik ga jullie daarin meenemen. Dus die komt zeker nog voorbij. Nou, eigenlijk even naar de basisvraag, hè, die ook bij de introductie van deze webinar werd gesteld. Hè. Hoe zorg je er nou voor dat het eigenlijk waar landt zo'n IV-beleid? Landt dat in de la en blijft het in die la? Of landt het zelfs in het ronde archief? Waarvan jullie allemaal wel weten wat dat is. Of ligt het op het bureau?
Nou, wat zijn nou de eigenschappen van goed IV-beleid, waardoor het dan wel in de ene, dan wel in de andere positie komt te liggen? Nou, als het in de la verdwijnt, dan weet je eigenlijk al dat het niet concreet is. Dat er niet aan te toetsen valt. Dat het niet, dat er geen concrete handvatten in staan. Dat het misschien wel heel veel tekst is. Ik hoop dat ik niemand voor de schenen schop hoor, maar je ziet vooral in de overheid, aan de overheidskant dat het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgezonderd overigens, hoor, want die heb ik net ook even laten zien. Maar heel vaak zie je dat het niet concreet is. Waardoor het heel lastig is om, dat, om er ook mee te kunnen werken. Even kijken, Corine vraagt, als het een groeiend bedrijf de strategie wijzigt, wordt het echt lastig om te blijven volgen met het IV-strategie en IV-beleid. Dat lijkt mij een uitdaging. Herkenbaar, zeker herkenbaar. Ik projecteer het even op onze eigen organisatie IV-experts. Wij zijn sterk groeiend. 3 jaar geleden zaten we nog met z'n tienen. We zitten nu met 40 collega's, dus dat gaat best hard. En onze strategie, want we hebben in 2020, of eind 2019 eigenlijk, die foto van de toekomst neergezet, waardoor dus eigenlijk onze strategie is gewijzigd. Maar wij hebben dus ook heel duidelijk, heel concreet, aandacht besteed aan het IV-beleid. Omdat ja, onze strategie veranderde als IV-experts, dat betekent dus ook dat je IV-beleid en je IV-strategie ook mee moeten veranderen. En daar hebben we gewoon tijd in gestoken. Dus dat moet dan ook prioriteit krijgen. Ik zelf praat altijd over prioriteit, nooit over daar heb ik geen tijd voor of daar heb ik geen zin in, maar heeft het prioriteit of niet? Nou, en het heeft dus prioriteit dat als je strategie verandert, dat ook je IV-strategie en beleid moet veranderen. Dus voor ons was dat een heel logisch gevolg, Corine. Sorry. Even terug naar op het bureau of in de la. Als het in de la is, als het in de la ligt, dan is het vaak niet concreet, heeft het vaak veel tekst. Is het soms te beperkt qua scope? Is het vaak ook opgelegd? Dan heeft iemand zich 3 weken opgesloten in een kamertje in het gebouw. En komt eruit met een fantastisch IV-beleid. Maar ja, niemand verder bij betrokken. Geen draagvlak, geen acceptatie. Ja, en dan gaat het gegarandeerd in de la verdwijnen. Hoe goed het IV-beleid ook is, hè? Want zodra mensen het idee hebben, hier ben ik niet bij betrokken of bij betrokken geweest, ja, dan wordt het opzij gelegd. Dus als het vanuit 1 persoon wordt opgelegd, ja, dan gaat het in mijn optiek ook niet werken. Nou, wat kun je nou doen zodat het op het bureau ligt van de mensen? Van de stakeholders, die je daarvoor ook hebt geanalyseerd. Hè? Het moet leesbaar zijn voor iedereen. Nou, daarin vind ik het voorbeeld van het ministerie van Veiligheid en Justitie een hele goede. Die hebben het gewoon echt leesbaar gemaakt. Eigenlijk iedereen, ook mensen die geen verstand hebben van ICT, IV, kunnen tot op zekere hoogte die IV-strategie goed lezen. Omdat het heel erg geschreven is naar de dagelijkse belevingswereld van de mens. Dus het moet leesbaar zijn voor iedereen. Het moet to the point zijn. Het moet compleet zijn. Het moet breed gedragen worden. Er moet dus draagvlak en acceptatie zijn. Ja, deze zaken zijn eigenlijk cruciaal om ervoor te zorgen dat het ook daadwerkelijk als een goed IV-beleid wordt ervaren. Nou, als het dan gaat over het IV-beleid, dan ga ik die van onszelf even naar boven halen. Dat is het IV-beleid van IV-experts. Dan moet ik weer even mijn scherm stoppen met delen en weer even opnieuw delen. Even kijken, waar staat hij, waar staat hij, waar staat hij, waar ben je? Deze is dat. En als het goed is, zien jullie nu het IV-beleid van IV-experts. Check. Yes, kijk, hartstikke mooi. Nou, en dit is zoals wij, dit is het IV-beleid zoals wij dat hebben neergelegd voor onze organisatie IV-experts. Nou, wat is nou de visie en de ambitie van de IV-experts? Dan nog even naar teruggrijpend. Er staat iets van, er worden steeds hogere eisen gesteld aan de informatievoorziening van de organisatie, qua functionaliteit, qua beschikbaarheid, qua wendbaarheid, qua veiligheid. Diverse ontwikkelingen bieden er allerlei kansen voor om een IV te laten voldoen aan deze eisen. En een organisatie met een passende informatievoorziening kan efficiënt en effectief acteren in een markt die vooral gestuurd wordt door het kunnen leveren van hoogwaardige producten en diensten. Een hoge collega's tevredenheid en de goede balans tussen kosten en baten.
Onze ambitie is dan ook iedere organisatie waar IV op orde. Als we dan kijken naar onze IV, hè, onze visie als IV-team. Ja, goede visie en ambitie, dankjewel Wilmar. onze visie is dat wij als IV-team zijn de betrouwbare partner en het aanspreekpunt voor de interne informatievoorziening van de IV-experts. Wij voeren regie en borgen de kennis en de kwaliteit over systemen, processen en ontwikkelingen. Dit doen we door met passie en expertise te ondersteunen, te adviseren en verbeteringen samen te realiseren. Onze ambitie van het team IV dus, binnen IV-experts, een passende en innovatieve informatievoorziening voor onze collega's, klanten en vakbroeders en zusters. En zoals jullie misschien hebben gezien en gemerkt, wij hebben recent een IV-community en een IV-academy in het leven geroepen. Dat is ook onderdeel van onze eigen interne IV natuurlijk, maar die is ook vooral bedoeld voor onze klanten en vakbroeders en zusters. Dus schrijf je ook vooral in op onze community. Want daar kun je met vakbroeders en zusters ook nog weer verder sparren, ook onder andere over dit soort onderdelen. Nou, we hebben de definitie van de informatievoorziening nog even neergezet. En we hebben een aantal basisafspraken voor ons IV-beleid neergezet. Wilmar, je vraagt hoe kan de IV van jullie klanten jullie ambitie zijn? Nou, wij willen de juiste IV gaan leveren bij onze klanten. Daar willen wij over adviseren. Wij kunnen daar handjes voor leveren. Dat is onze ambitie. Dus wij willen eigenlijk dat iedere organisatie in Nederland zijn IV op orde heeft. Dat is zoals wij dat hebben gedefinieerd. Nou, een aantal basisafspraken. Practice what you preach. Wij vinden dat onze eigen interne IV goed voor elkaar moet zijn. Wij adviseren over de IV bij onze klanten. Je kunt als schilder ook niet thuis de kozijnen rammelend in je huis hebben zitten. Zonder verf erop. Practice what you preach. Dus wij laten zien intern wat wij ook adviseren bij onze klanten. Nou, onze systemen bevatten de waarheid. We maken waar mogelijk gebruik van de nieuwste methodieken, technieken en technologieën. En alles met betrekking tot de IV wordt altijd getoetst langs de 10 standaard impact aspecten, zoals wij die hebben gedefinieerd. En dan komen we straks op pagina 8. Nou, we hebben ook wat basisafspraken rondom hardware. We gebruiken MacBooks voor een gebruiksduur van ongeveer 5 jaar. En we gebruiken Samsung of Apple telefoons voor een gebruiksduur van 2 jaar. Voor collega's met een salesfunctie. Die gebruiksduur is vastgesteld op 1 jaar. Die gebruiken die telefoon nogal hard. Maurice vraagt, hè, in zaken IV-beleid hardware, waarom staat deze niet bij het ICT-beleid? Omdat wij geen ICT-beleid hebben. Omdat onze basisafspraak van IV-beleid is, alles in de cloud. Maar dan ook alles. Dus wij hebben slechts een heel beperkt stukje ICT ook echt daadwerkelijk in onze organisatie aanwezig. Wij hebben ervoor gekozen om niet op ICT-vlak een apart beleid te schrijven, maar dat op te nemen eigenlijk in ons IV-beleid. Dus vandaar. Krijgen we deze presentatie ook toegestuurd? Daar ga ik nog heel even over nadenken, maar ik denk wel dat hij jullie kant op gaat komen. Dus ik licht hem wel graag toe in die zin. Hè? Dus het is denk ik wel even handig om even daar wat duiding bij te geven. Even nog verder als dat ik nu in deze webinar doe. Ik zie trouwens dat het alweer 5:12 is trouwens. Ik moet een beetje vaart maken. Als het gaat om de software, hè, alle software in de cloud, alle data is opgeslagen in de cloud en de benodigde tools voor de uitvoering van onze opdrachten krijgen we primair vanuit onze opdrachtgevers. Dus dat betekent dat als wij bij een klant zitten, dan de tools die we nodig hebben voor de uitvoering van die opdrachten, die krijgen we van onze klanten. Dus als onze klanten Office 365, Outlook, Mail, de hele rattenplan, dat krijgen we daar. Krijgen we dat niet, of niet in voldoende mate, dan maken we gebruik van de Microsoft suite die wij vanuit IV-experts hebben aangeschaft. Dus zaken als Power BI, Visio, Project, die worden dan vanuit IV-experts beschikbaar gesteld aan onze collega's. En inderdaad, dan hoef je daar niet meer over na te denken, Maurice. Dat is nou exact hetgene waar wij heel erg veel baat bij hebben. Het staat hier gewoon heel concreet en heel duidelijk. Je hoeft er niet meer over na te denken. Nou, en onze 10 impact aspecten, waar net ook alweer naar werd verwezen, hè, dus elke mogelijke wijziging op onze informatievoorziening, leggen wij langs deze 10 impact aspecten. Ja, dus wat doet deze potentiële wijziging met deze 10 impact aspecten? Hier zit ook een Excel-sheet achter, een complete impact matrix.
En wij gaan ons dus van elke mogelijke wijziging in onze IV afvragen, wat doet het met de reputatie van onze business? Wat doet het met de continuïteit van onze business? Wat doet het met de financiën van onze business? Wat doet het met de wendbaarheid en de schaalbaarheid van onze business? Wat doet het met de proceskwaliteit en snelheid van onze business? Dat zijn de 5 business aspecten. Dan hebben we ook nog 5 IV aspecten. De continuïteit van de IV, de wendbaarheid van de IV, de schaalbaarheid van de IV, de snelheid en de kwaliteit van de IV en de veiligheid van de IV. Maar even om een voorbeeld te geven, op het moment dat je bijvoorbeeld niet zou gaan voldoen aan de AVG, je zult je IV moeten aanpassen naar de AVG, doe je dat niet, dan heeft dat 1-op-1 impact op de IV-veiligheid, maar daarmee ook op de business-reputatie. Nou, en zo wegen wij eigenlijk elke wijziging, elke mogelijke wijziging, wegen wij langs de afstand van deze 10 impactaspecten. En dat geeft hele concrete handvatten, waarmee je gewoon ook als directie gewoon heel makkelijk kunt zeggen, dit wel, dit niet, dit wel, dit niet. En ook als team IV uiteraard. Nou, vervolgens hebben we 4 thema's uitgewerkt. Uitgangspunten, de dienstverlenende IV, bedrijfsvoering op orde, betrouwbare en veilige IV en samenwerken aan de IV. En hier zijn een aantal zaken in vastgelegd. Hè. Wat zijn nou de uitgangspunten? Dienstverlening op 1, ieder kanaal optimaal, informatie is van jou en informatie waar nodig en waar mogelijk hergebruiken. Nou, wat misschien handig is om er even concreet bij te pakken is informatie is van jou. Nou, wat willen we? IV-experts geeft haar collega's, klanten en vakbroeders inzicht in en invloed op hun eigen informatie. Nou, waarom willen we dat? Nou, omdat we een optimale dienstverlening van belang vinden, dat collega's, klanten en vakbroeders en zusters weten wat er gebeurt met informatie binnen de kaders van de wet en regelgeving. En daarnaast willen we hen de mogelijkheid geven om te zien wat de status is van de zaken die zij bij IV-experts hebben neergelegd. Daarnaast verplicht ook wetgeving om betrokkenen grip te geven op hun eigen informatie. Nou, onze IV biedt dus op een eenduidige manier informatie over de status van aanvragen, projecten en processen. Deze informatie wordt op diverse manieren ontsloten, waar mogelijk wordt hierbij ook gezorgd dat betrokkenen inzicht hebben in de documenten die bij de aanvraag of bij de vraag de projecten en processen horen. Nou ja, dit zijn hele concrete zaken die je daarin kunt benutten. Irina, dankjewel voor je bijdrage, of dankjewel voor je aanwezigheid en tot een volgende keer. En Wilma, je zegt bij Impact de behoefte van de gebruiker, die snap ik. Aan de andere kant, die hebben wij er bewust niet in ondergebracht, omdat elke wijziging is te vertalen naar deze 10 aspecten. En de behoefte van de klant kan daar dwars tegen ingaan. Of de behoefte van de gebruiker kan daar dwars tegen ingaan. Dus het is lastiger om daar echt een goede waardering aan te geven. Omdat daar ook de balans tussen wat een gebruiker wil, versus wat de afdeling wil, versus wat de organisatie wil. Maar goed, misschien dat het goed is, Wilma, om jou daar nog een keer wat meer inzicht in te geven, door jou die impactmatrix te laten zien. Maar daar moeten we dan een keer een aparte afspraak voor maken. Het gaat nu wat te ver voor nu. Maar goed, dit is in ieder geval ons IV-beleid. Ik ga weer even terug naar de presentatie, naar het laatste deel daarvan. Want wat zien we hier nog verder? Wat is nou het belang en de toepassing van het IV-beleid? Nou, zoals gezegd, het schetst de horizon en de weg, zeker de wegen er naartoe. Het is een dagelijkse toetssteen voor innovatie en verbetering van je IV. Nou, dus als je iets wil aanpassen aan je IV, of iets wil verbeteren aan je IV, of iets wil innoveren aan je IV, even naar het IV-beleid kijken. Past het daarin? Ja, oké, dan kunnen we door. Past het er niet in? Nou, dan heb je een discussie. En het is een kapstok voor informatiemanagers en functioneel beheerders om eigenlijk alles wat ze doen ook aan te kunnen toetsen. Is dit in het belang van ons IV-beleid waar ik nu mee bezig ga? Moet ik dit brandje gaan blussen of moet ik ervoor gaan zorgen dat we dit brandje voortaan gaan voorkomen? Nou goed, dat zijn allemaal vragen waarop je hopelijk het antwoord kunt vinden in je IV-beleid. Nou, wat zijn nou de resultaten van een goed IV-beleid? Nou, dat je geen zinloze, te dure of slechte wijzigingen op je IV meer kunt doorvoeren. Mag doorvoeren, zou je bijna kunnen zeggen. Omdat je eraan kunt toetsen. Je kunt het standaard antwoord op bepaalde vragen richting stakeholders geven. Hè? Dus dit doen we wel, dit doen we niet met de IV, want in ons beleid staat alles Microsoft tenzij, of alles in de cloud, of whatever. Hè? Stel je voor, er komt iemand met een dvd'tje binnenlopen en die vraagt, kun je dit pakketje even voor mij installeren? Nee, dat doen we niet, want in het IV-beleid staat alles in de cloud en dit is lokaal. Gaan we niet meer doen. En dan heb je niet eens, dan heb je die dvd niet eens in je handen gehad. Maar dan kun je dat gelijk terugleggen bij die betreffende stakeholder. Nou, het geeft als het goed is ook duidelijk inzicht in de ontwikkeling van de IV richting de toekomst.
En in mijn optiek, een hele belangrijke, is je kunt goed verwachtingsmanagement gaan inregelen. Voor wat betreft de richting en de inrichting van je IV. Voor alle stakeholders op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Je kunt ook richting het management gaan zeggen, joh, dit is het IV-beleid. En binnen deze kaders is er van alles mogelijk. En kun je dus ook dan hoef je daar niet meer over na te denken. Als zodanig. Want het ligt vast. Nou, deze sla ik heel even over. Nou, eigenlijk was dit, deze laatste slide, is eigenlijk het belangrijkste wat mij betreft. Je maakt het jezelf als IV-professional zo ontzettend veel makkelijker op het moment dat je een goed IV-beleid hebt liggen. Daar heb je ontzettend veel voordeel van. En het helpt je gewoon ook om je eigen om regie te voeren over je eigen activiteiten en over je eigen werkzaamheden. Het geeft richting. Dus doe er je voordeel mee. Yes? Zijn er nog vragen op dit moment? Ik zie dat het alweer 3:03 is. Excuus voor het over de tijd gaan. Helder verhaal. Okay, dat verwachtingsmanagement is makkelijker naar onder toe. Dus richting operationeel dan naar strategisch. Ja, zeker. Ik zeg ook niet dat het makkelijk is, Corinne. Maar ik vind ook, en ik ervaar ook, dat als je IV-beleid baseert op IV-strategie, die weer gebaseerd is op de business-strategie, dat je volgens mij een heel goed verhaal te vertellen hebt richting je business. En ook richting de boardroom. Ja, jullie krijgen inderdaad alles opgestuurd. Super interessante sessie. Nou, leuk om te horen, Anne, dankjewel. Allemaal stof tot nadenken. Challenge ook vooral. Hè. Als je zegt van, joh Martijn, dat heb je helemaal verkeerd gezien. Dan hoor ik dat ook graag, mensen. Daag me uit, zou ik bijna willen zeggen. Ik ben daarvoor beschikbaar. Stuur een mailtje als je vragen hebt. Maakt allemaal niet uit. Laat het maar weten. Ja, handvatten, daar zijn we inderdaad allemaal naar op zoek, Dori. Dus mooi dat je ze hebt gekregen. Dankjewel. Wilma, ook dank voor je bijdrage. Oké. Ik zal nu mijn microfoon even uitzetten en de video stoppen. En dan gaan we zo de webinar beëindigen. Maar misschien goed om deze nog even te beantwoorden van Maurice. Hè? Hoe verhoudt deze inhoud zich tot jullie opleiding strategisch informatiemanagement? Nou, de opleiding strategisch informatiemanagement heeft dit als onderdeel daarin. Ja, dus het gaat veel verder dan alleen dit hoor. Dit is dus zeker niet de hele opleiding strategisch informatiemanagement, maar het is een onderdeel ervan. Uiteraard wordt daarin IV-beleid en IV-strategie zeker wel behandeld. Is zelfs een belangrijk onderdeel van de opleiding SIM. Dus wil je daar wat meer van weten, laat het me weten.